Welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. Show. Welkom bij de show. Welkom bij de show. Je krijgt er allemaal een van ons. Welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show en welkom in de Star Wars Week. Ja. Even voor jullie information. Wij hebben allebei de film nog niet gezien. De opnamedag van deze enorme enerverende Hot Coffee Show is woensdag. Ja. Ik ga vanavond om 10 uur en morgen om 4 uur. Ik ga echt pas begin volgende week. Oké. Okay. Dus sorry. Ja. Dus als iemand me spoilt... I will find you. And I will kill you. Ja, maar sowieso, ik onthoud mij van internet. Maar goed, ik heb tot vanavond. Oké, okay, ja. Ik moet een week lang spoilers ontwijken. Ja. Dat wordt zo leuk en fijn. Maar anyway, het is Star Wars week en we hebben heel veel Star Wars content. Dus we dachten, we gaan voor de Hot Coffee Show ook voor een leuke Star Wars stelling. Ja. Die is helaas niet vanuit jullie gekomen, dus die hebben we zelf moeten bedenken. Ja, en het zijn twee stellingen. Want het eerste die we bedacht hadden was, is het goed dat Disney Star Wars heeft overgenomen. Ja. Maar die stelling is niet meer zo controversieel. Want inmiddels zijn we het eigenlijk wel allemaal met elkaar eens dat dat goed is. Disney kan echt bijna niks fout doen. Ik bedoel, Marvel gaat nu lekker en ze hebben een tijdje nou Star Wars en het lijkt er niet op dat het enorm verkiddied wordt of nee. Zo. Of dat je denkt van, wauw, een lightsaber in de vorm van Mickey Mouse, weet nee, je wel. Dat gebeurt gewoon, nou, nee, dus... hij heeft wel twee van die, dat zijn ja, soort dus als je een soort van, ja. Ja, oh, subliminal. Oké. Okay. Fuck Disney! De handen thuis! Nee, maar, nee, ja, op zich, ik vond de soort van follow-up stelling misschien wel iets meer op Gamersnet. Ja, aansluiten. Het is goed dat EA de komende 10 jaar verantwoordelijk is voor alle Star Wars games. Ja, want ze hebben natuurlijk... Dat is een Philips geluidje. Ik zou Star Wars altijd in de handen van Philips vertrouwen. Krijg je allemaal Living Colors en Ambilight lightsabers. Dat is het enige wat ze goed zouden kunnen. Lightsabers maken. Waarom is de techniek van lightsabers nog niet gewoon bedacht? Frits, zeg het eens. Frits Philips, die niet meer leeft. Of dood. God hebben zijn ziel. Nee, EA, ik weet het niet, want... Kijk, die hebben natuurlijk nou het contract en die hebben nou het alleenrecht, het monopolie op Star Wars dingen. En hun eerste stap was al slim. Dat ze DICE zetten op Battlefront. Ja. Dat is fantastisch. Oké, maar de controversie zit erin dat Battlefront te weinig content heeft. Dat ligt bij EA, dat is niet DICE geweest. Dus EA, puntje min, denk ik. Ja, ik wil even aan Hitman 047 vragen. Als je kijkt, leuk, wil je even uitzoeken of het wel echt exclusief is, dat hele EA. Want ik heb het idee namelijk, want je hebt ook Disney Infinity, natuurlijk van Disney zelf, dat ook met Star Wars. Maar wat ik mij dus afvraag is waarom er nog geen Lego Star Wars Episode 7 is aangekondigd. Oh ja, hey, dat is eigenlijk wel een goeie, want de Lego Star Wars games waren best vet. Die waren heel vet, dat was ook de eerste. Ha! Ja, nee, ja. Dat sowieso mijn tweede review game op Gamersnet. De tweede game die ik ooit heb gereviewd was Lego Star Wars The Complete Saga. Ja. En dat was dan de laatste. En dat was een fantastische game. Ja. Oké, maar terug naar de stelling. Ja. Is het goed dat EA die recht heeft? Jij bent niet zo voor, hè? Nou, ik ben sowieso eigenlijk wel voor ten opzichte van het historische element. Dat het natuurlijk vroeger lag bij Activision. En dat was minder goed. Nou, ik bedoel, Jedi Outcast was natuurlijk heerlijk. Top game, puur zang. En er zijn heel veel goede Star Wars games verschenen. Maar ik heb wel het idee dat... Force Unleashed was ook wel leuk. Dat was niet mijn pakje aan. Dat was toch iets... Dat was niet jouw kopje thee. Dat was niet mijn kopje koffie. Ding, ding. Sorry. Philips heeft tegenwoordig alles. Ja. Koffie, sensei ook. Nee, maar... ik weet niet. Ik vertrouw EA er wel mee. Ja, ze hebben die flater natuurlijk gemaakt door eigenlijk Battlefront te vroeg uit te brengen met te weinig content. Nou ja, dat maken ze dan misschien goed met DLC, maar... Ik snap waarom mensen boos zijn om Battlefront, dat te weinig is. Weet je, 5 planeten, 12 maps of zo. Dat is ook een beetje karig. Maar alsnog, dat is gewoon een hele goede game met heel veel goed Star Wars gevoel. Dus ik wil nog niet echt zeggen van EA kan het niet meer en haal ze er maar vanaf en zet maar Activision terug erop of zo. Ik heb wel vertrouwen in EA. Besef jij dat de beste Star Wars game ever gemaakt door BioWare is gemaakt? Ja, maar dat is KOTOR. Dat is ver lang geleden. Ja, maar besef je dat BioWare van EA nu is? Oh, en dat ja. Besef je dat KOTOR 3 er gewoon nu kan komen? Dat zou best wel een goeie zijn. Dat Inquisition, Dragon Age Inquisition is klaar. De laatste DLC is voor verschenen. Ik zou je vertellen. Na Mass Effect komt eerst, hè. Andromeda. Yeah. De eerste Fast Forward, heb ik geschreven. Van Mass Effect. Star Wars Andromeda. Nee, maar ik bedoel, ik speelde Dragon Age Inquisition. En in Dragon Age heb je een paar woestijngebieden. Oh, ja, daar heb je die column over geschreven, toch? Daar heb ik een column over geschreven. Ja, dat in de link in de below. In de beschrijving. Check de link in de beschrijving. Peter heeft ooit een column geschreven. Nou, god. Was je dat helemaal vergeten? De hemel brak open. Ja, maar heb je...
Dat was ben je echt vergeten dat je die column hebt geschreven? Ja. Peter heeft dus een column geschreven over dat hij aan Dragon Age Inquisition dacht te denken. Dit is Tatooine. Ja. En BioWare is gewoon bezig met een KOTOR 3. Ik weet ook heel veel mensen raken met mijn columns. Maar dat ik ze zelfs zo raak dat ik het zelf vergeet. Maar dat hij er nog elke dag aan denkt. Ja. Nou, god, dank je wel. Ik lees hem nog steeds één keer in de week, die column. Ik vind hem echt fantastisch. Je hebt ook nu geen broek aan. Nee. Ja. Stomme koffieshow. Ja. Maar serieus, je waant je in Knights of the Old Republic. Als je Dragon Age speelt en het zwaard in je hoofd vervangen door een lightsaber. Ja. Voor de mensen die trouwens niet weten, en voor de jongere gamers, Knights of the Old Republic is alweer een oude RPG van BioWare, die bekend is van Mass Effect, inmiddels een recentere game. En dat was eigenlijk de meest fantastische Star Wars RPG die je zelf voor kan stellen. Ja, ja, dat was het. En je hebt nu The Old Republic, en dat is een MMO. Ook van BioWare. Maar die is niet zo goed als dat KOTOR was. Nee. BioWare is toch beter in singleplayer? Ja, BioWare moet het misschien ook maar gewoon bij singleplayer blijven. Ping, ping. Ik ben heel irritant, sorry. Het is vroeg. Maar er is nu, hoe heet het? Die gasten van Dead Space? Ja. Help me even. Ja. Visceral, die zijn bezig met een Star Wars game. Ik kon er ook niet op komen. Nee. Visceral is bezig met een Star Wars game. De DICE is bezig met Battlefront 2. Of tenminste, gaat het niet meer mee aan de slag. En we hebben natuurlijk BioWare, die ongetwijfeld bezig zijn met een nieuwe Star Wars RPG. Want BioWare kan niet en EA kan niet volhouden dat die MMO van ze... Nee, dat Star Wars RPG is. Ze hebben een hele goede laatste DLC van The Old Republic. Het is echt een goede laatste DLC. Alleen, het is niet bij wat het vroeger was met die singleplayer games van ze. Dus ik denk, wat dat betreft, dat EA wel goed is met Star Wars. Alleen, welke kansen missen we? Wat zou een andere publisher moeten doen wat EA eigenlijk niet kan? Ik ben nog steeds... Ik zat wel heel erg te wachten op Star Wars 1313. Want natuurlijk gaat het over het soort bounty hunter leven op Coruscant. Dat lijkt me fantastisch. Die game die was ook in de making, bij Activision nog. Dat had heel veel premise. Dat leek echt een hele vette game te gaan worden. En die is dus gecanceld. Dus Omdat Disney het heeft overgenomen, werden er dus uiteindelijk die rechten weer ontnomen van Activision. Dus is heel die game gecanceld. Ik weet niet, het zou mij vet lijken als of een andere publisher of EA uiteindelijk dat wel weer oppakt. Misschien is Visceral wel bezig met 1313. Dat is een beetje de hoop. En nog één dingetje wat ik heel erg mis is Rogue Squadron. Ja. Dat vind ik echt, maar dat zijn ook niet zulke moeilijke games om te maken. Die kun je gewoon even tussendoor. Tussendoor. Een Rogue Squadron maken. Je hebt toch die Burnout ontwikkelaar? Ja, die heeft ook. Criterion heeft ook geholpen met de speederbikes in Star Wars. Laat die een Rogue Squadron maken. Want dat zou wel vet zijn. Ja, maar gewoon, dat is gewoon een leuke release tussendoor. Ja, de makers van Need for Speed. En een Burnout, die dan in één keer gaan werken aan een Rogue Squadron. Maar dat zou heel vet zijn. Buiten of een podracer game. Gaat nooit gebeuren. Nee, gaat niet gebeuren, maar... Nee. Alsjeblieft. Ja. EA, Criterion. Hashtag forget about episode 1. Misa Tjajabint! Ja. Misa not happy. Maar, Dus kunnen we die trending krijgen even tussendoor? Hashtag Misa not happy is, of Misa so happy, dat zou fantastisch zijn. Maar, nou, even, ik probeer al 3 keer te resumeren, maar ik heb toch nog een nieuw puntje. Even centraal en dan weer niet centraal. En dan weer niet centraal. En enorm lang op de koffieshow, sorry. Okay. Maar, nee, trouwens, valt best mee, zit pas op 8 minuten. Dat is op de helft. Maar, anders maak ik nog een zijpaadje. Nee, hij is back. Maar we hebben dus eigenlijk missen we niks. Dus EA kan alles. Dus eigenlijk wat we nu zeggen. EA kan alles wat wij willen in Star Wars. Nou, ik vertrouw EA. Ik zeg niet dat alles uiteindelijk goed gaat zijn, maar ik vertrouw EA wel. Ik heb niet meer dat hele standaard ik haat EA vibe die iedereen... Maar ze gaan natuurlijk wel alles met DLC en... Maar dat is nou eenmaal hoe de gamewereld is. Oké, dat vind ik wel. Dat zou geen enkel dingetje. Er zou geen uitgever zijn. Ja, misschien CD Projekt Red zou een Star Wars game... CD Projekt Red moet een Star Wars game maken. I don't know. Krijg je een douchebag met klonkjebesturing. Maar nee, ik vertrouw EA wel grotendeels. Ik denk dat ze dit wel goed aanpakken en dat ze er goed over nadenken. En niet zomaar denken van money grab, cash grab, zoveel mogelijk geld uit al die Star Wars nerds halen. Dat is echt letterlijk wat volgens mij in hun aandeelhoudersvergadering notulen staat. Jongens, welkom allemaal bij de EA-vergadering. We gaan hetzelfde voorzetten als we al 8 jaar doen. Hoe krijgen we zoveel mogelijk geld van al die vieze nerds? Dat is toch serieus wat ze letterlijk doen? Natuurlijk, het is een kapitalistisch bedrijf, dus ze willen geld, maar ze denken ook na over keuzes. En ze willen niet een franchise als Star Wars de grond inwerken, want dan kun je er geen geld meer op verdienen. En dat wil Disney ook niet. En dat wil Disney ook niet. Dat wil Disney.
Maar jongens, bedankt voor het kijken. Laat gerust ook jouw mening achter. Wat heb denk je vertrouwen in EA met Star Wars? Of zou je liever weer willen zien dat Activision erop gaat? Of een andere publisher? Wat vind je van CD Projekt Red? De makers van The Witcher die bezig gaan met de Star Wars game. Ik zou het best wel vet vinden. Maar... zou best wel vet zijn. Wat vinden we ervan? En drop misschien, als je er zin in hebt, een ander onderwerp. Of een andere leuke nieuwe stelling voor de volgende Hot Coffee Show. Tot volgende week, denk ik. Ja, was het. Leuk. Leuk. Leuk Hot Coffee Show. Leuk Hot Coffee Show. Leuke trui.